Hoi hoi lief allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en op mijn Facebookgroep Low Budget Crea BS verzorgt Claudia elke maand dit jaar op de 8e een nieuwe prompt voor onze Junk Journal Challenge. De prompts voor januari, 8 januari heeft ze die bekendgemaakt, waren vleugels en stencil. En in het altered boekje wat ik met jullie samen heb gemaakt, ga ik de opdrachten maken. Ik heb alvast klaargelegd deze mooie afbeelding die ik gekregen heb van een klant. Van de Flower Fairies zijn ze. En nou ja, je ziet het al. Die hebben hartstikke mooie vleugels. En in het kleurenpalet waar ik graag mee wilde gaan werken. En ik heb deze mooie Art Journal Special stencil uitgezocht. Die heb ik gekregen van Rihanna in een Happy Mail met de ATC swap. En die wil ik graag gaan gebruiken voor de prompt stencil. Ik heb nog heel even een klein beetje gewerkt aan mijn journal waar jullie niet bij waren. Ik heb namelijk wat gedistressed rondom op de pagina's die ik met jullie heb gemaakt. Ik heb wat ik al vertelde, wat ik wilde gaan doen. Dus de Low Budget Crea BS Junk Journal Challenge. En dan had ik hier heel prachtig weer, echt iets voor mij, 2024 gestempeld op zijn kop. Later kwam ik er ook achter dat ik deze afbeelding op zijn kop heb geplakt. Maar dat maakt niet uit, want als je het niet weet, zie je het niet. Maar hier zit het steeltje, dus dat was ook een beetje echt. Dit is een echte Joyce Journal. Af en toe iets op zijn kop, onbedoeld. Nou, verder had ik nog, omdat ik toch wel merkte dat wat er hierachter was gebeurd, dat ik die pagina eruit scheurde, dat het toch wel een beetje kwetsbaar is geworden. Dus dat ik misschien toch beter een centimeter had kunnen laten zitten van de afgescheurde pagina's. Maar goed, dat had ik niet gedaan. En om dat op te lossen heb ik op elke pagina gewoon random wat verpakkingstape en wat washi tape geplakt. Hoop ik dat het een beetje stevig gemaakt. Ik was begonnen met de roze ruit, maar die is helaas opgegaan. Dus ik ben verder gegaan met de roze effe washi tapeje om het een beetje te versieren. En het idee is dat ik dat gewoon ga integreren in mijn bewerkte pagina. Nou, vandaag gaan we beginnen op de eerste pagina met de prompts van vandaag. Dus de vleugels, of niet van vandaag, maar van deze maand. Vleugels en stencil. En dat ga ik in fast forward aan jullie laten zien. Dus lekker op mijn gemakje een beetje het ontwikkelen. Want ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed waar ik heen wil. En zo kunnen jullie toch gezellig met me meekijken. En ik hoop dat het je kan inspireren. Dus kijk gezellig met me mee.
Nou, dit is hem geworden. Leuk, hè? De spetters moeten nog wel drogen. Dat had ik gedaan met deze acrylic spray van Action. Hadden ze goud laatst in een pakketje zitten. Die heb ik meegenomen. Vond ik wel leuk, een paar gouden spetters. Nou ja, ik zal vertellen wat ik heb gedaan. Ik begon eigenlijk met... jullie hebben ze misschien wel eens vaker gezien van me. Ik heb van allerlei ephemera op kleur gesorteerd in deze plastic mappen. Dus de groene. Nou, voor roze heb ik niet zoveel zoals je ziet. En ik was dus bezig met de bruin tinten. Om die even uit te zoeken. En ja, de minst harde ephemera, zeg maar, wilde ik graag gebruiken op de achtergrond. Dus met wat zachtere lijnen en lichtere kleurenlijnen. Die had ik gesorteerd. Ik had al eerder een bakje met... hoe heet dat? Bloemen uit een boek geknipt. Dus die heb ik vandaag kunnen gebruiken. En verder had ik natuurlijk de stencil gebruikt. Met twee kleuren. De stressoxide. De Rustic Wilderness was de donkere kleur. En de Peeled Paint de lichtere kleur. Mijn Flower Fairy uitgeknipt. Zodat ik die mooi... En ik zat in een hoekje nog een bloem. Mooi kon verdelen over mijn pagina. En ik had natuurlijk wat scraps in de achtergrond geplakt. Ik vertel het nu eigenlijk hele andere volgorde, maar je hebt gezien hoe ik het gedaan had. De dingetjes die ik had uitgezocht, die heb ik meteen maar even in een blikje gedaan. Want die kan ik natuurlijk heel goed gebruiken bij de volgende prompts. En zo probeer ik dan een geheel te maken van het hele boekje met al de verschillende prompts. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Dat je er misschien ook wat aan hebt gehad. Of er juist door geïnspireerd bent geraakt om ook mee te gaan doen. Want Claudia heeft hartstikke de best gedaan om allemaal leuke prompts te bedenken. Dus dat zou echt super leuk zijn. Verder zie je mij volgende maand weer met de nieuwe prompt. Dat horen we dan 8 februari wat dat zal worden. En... ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je er dan in ieder geval weer bent. En natuurlijk ook in de tussentijd bij mijn andere video's. Laat me weten in de reacties wat je van deze video vond. Denk aan een duimpje omhoog. En ben je nog geen abonnee? Klik op die abonneerknop. Heel erg bedankt. Doei doei!